Welkom in Amsterdam. Op jacht naar Boeven. Inmiddels heeft zijn YouTube-account ruim 5000 abonnees en is zijn laatste video al bijna 200.000 keer bekeken. Het jagen op zakkenrollers doet de ondernemer uit Bataviastad in zijn vrije tijd. Daarbij werkt hij ook samen met de politie. Dat is mijn hobby en dat vind ik leuk. Dat is adrenaline, spanning en dat doe ik al jaren. Ze zitten naar een topshop binnen en ik heb de zakkenrollers team al gebeld. Dus we gaan ze straks even volgen en kijken wat er gaat gebeuren. Spannend! Het begon allemaal toen hij in een schoenenwinkel werkte aan de Amsterdamse Kalverstraat. Daar ontwikkelde hij naar eigen zeggen een zesde zintuig voor het spotten van zakkenrollers. Het is een gevoel. Het is echt een gevoel. Ik kijk naar iemand en op het moment dat ik sneller... Het klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar op het moment dat ik hele snelle hartkloppingen krijg en dat ik denk van hé, dat klopt niet, dan heb ik al een gevoel meteen van hé, dat is een zakkenroller. En van, jij heeft er echt een antenne voor. Ja, het is toch ook weer wat een gaaf wat ik net zei. Volgens de politie zijn dankzij zijn hulp al honderden dieven opgepakt. Er zijn meerdere burgers die agenten helpen om zakkenrollers op te sporen, maar Van Gastel is hun topscorer. Hij wil nu ook het publiek laten zien hoe hij te werk gaat. Ze geloven niet dat als ik door de stad loop, tussen al die duizenden mensen, dat ik dan een zakroller daar uitpik en dat diegene dan daadwerkelijk iets doet. En een YouTube-kanaal heb ik toen geopend om te laten zien van hoe het te werk gaat. Maar ik wil ook een beetje de mensen die daarnaar kijken, dat mensen toch iets alerter worden. En toch als ze straks in Amsterdam komen of ergens in Flevoland, dat ze dan toch op die dingen een beetje gaan letten. Wat ik dan zeg maar gefilmd heb. Ik ga naar huis toe en de volgende keer weer op jacht naar boeven, zakrollers of winkeldieven. Tot de volgende keer. Later.